De neogotische Bonaventura-kerk in Woerden is een belangrijk baken van de stad. De 77 meter hoge toren is in de wijde omtrek te zien. Pastoor Spaan geniet iedere keer weer als hij het gebouw binnenkomt. Kijk zelf rond. Als je in zo'n mooie kerk mag, uh, mag staan. Maar de kerk heeft een probleem. Door het teruglopend aantal bezoekers gaan er diensten geschrapt worden. Het wordt anders simpelweg te duur. De kerk moet opgestookt worden, de verlichting moet branden. Um, ja, dat, dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die, die meetellen. Ja. De pastoor preekt nu voor gemiddeld zo'n 100 mensen. En dat terwijl de kerk plaats biedt aan ongeveer 750 gelovigen. Er wordt nu gekeken welke diensten kunnen worden samengevoegd. De kerk moet namelijk voller, want de vele lege plaatsen zorgen voor een ander groot probleem. Enorme galm. Spaan is daardoor moeilijk te verstaan als hij preekt. Het is wel een probleem. Je, je hebt ook te maken natuurlijk met een, ja, een wat oudere uh, bevolking, die progianen uh, die, uh, die naar de kerk komen. Uh, gehoorproblemen en al dat soort dingen meer natuurlijk. Dus daar heb je wel rekening mee te houden. Ja. De geluidsproblemen oplossen met de nieuwe installatie kost ongeveer 25.000 euro. De Progianen hebben zo'n 10 mil bij elkaar gespaard. Met kerst hoopt Spaan dan ook op een volle bak in zijn Bonaventura kerk. Want traditiegetrouw stoppen mensen dan meer in de collectezakken. Ja, dus we zullen met Kerstmis inderdaad uh, een flinke oproep doen. om uh, in ieder geval voor die geluidsinstallatie uh, te doneren. De vraag is of de kerk met zo weinig bezoekers nog wel bestaansrecht heeft. Volgens Spaan wel. Ooit, zo denkt hij, zal de kerk weer net zo vol zijn als vroeger. Dat is zeker weten. Als je geen vertrouwen en geen hulp meer houdt. Dan, uh, dan houdt alles op. Hè? Ja. Dit is Woorden.tv. Met Woorden.tv heb je altijd als eerste het nieuws uit Woorden. Mis niets. Kijk Woorden.tv.